Oké, ik ben helemaal hyper. Ik ga deze vlog openen. Dit is de bevalvlog. En ik hoop dat het allemaal goed is gegaan als jullie dit zien. Want vandaag ben ik 38 weken en 2 dagen zwanger. Toen ik 16 weken was, heb ik gedroomd dat hij op de 18e komt. Vandaag is 18 februari. Dat is natuurlijk best wel vroeg, dus iedereen lachte me uit. Inclusief Friso vanmorgen die naar zijn werk ging. Maar ik kom net uit de douche. En mijn vliezen braken. Dus ik ben helemaal hyper, buiten adem, zenuwachtig. Ik voel nog niet echt iets. Ik voelde net wel een beetje kramp. Maar ik ga nu maar even snel nog een beetje het huis opruimen. En dan komt vanmiddag de verloskundige langs. Spannend, hij komt er gewoon aan. Daar ben ik weer. Dit is mijn gezicht 4 dagen na de bevalling. Of nog niet eens volgens mij. Dit is dag 4. Ik ben dinsdagochtend uiteindelijk bevallen. Of nacht, 3:45 s'nachts is hij geboren. Jullie hebben het allemaal al gezien natuurlijk online. Hij heet Otis. Die naam hadden we dus al heel lang. En Seth hadden we eigenlijk ook al wel een tijdje, want ik wilde hem naar mijn broertje vernoemen, maar die heet Sven. Dus ik dacht, het is leuk als we de letters husselen. Eerst hadden we nog Seven, als in gewoon 7 op zijn Engels. Vonden we ook heel leuk. Dus daar hebben we nog een beetje tussen getwijfeld. Maar uiteindelijk is het toch Sef geworden, omdat Friso wist dat het in het Turks liefde betekent. Dus vandaar, maar zijn roepnaam is gewoon Otis. En ja, de bevalling is goed gegaan. Ik ga nog wel mijn bevallingsverhaal denk ik een keer met jullie delen. Ik vond het heel heftig. Veel heftiger, pijnlijker. Nou ja, ik heb de eerste dag alleen maar tegen iedereen gezegd, ik vond het bij de beesten af. Daar sta ik nog steeds wel achter. Maar ik merk wel dat door de hormonen en doordat je zo verliefd bent op je kind, dat het langzaam al weg begint te zakken. En de verloskundige zei ook van, joh, een tweede bevalling. Want ik riep, net als heel veel vrouwen, riep ik dit nooit meer. Zei ze, joh, als dat wegzakt, bij tweede bevallingen gaat het eigenlijk altijd veel beter. Dus ik moet even de kat in de gaten houden, die is heel nieuwsgierig. Dus ja, dat ga ik nog wel een keertje delen, denk ik. Friso heeft volgens mij ook wat beelden voor jullie gemaakt. Ik ben zonder ruggenprik of pompje bevallen, maar met lachgas. Vanaf 6 centimeter tot aan de volledige ontsluiting. Kan ik iedereen aanraden. Dus dat zou ik alvast zeggen. Ik weet niet of jullie wel eens iets van verdovende middelen gebruikt hebben. Maar daar ik wel. Dus daar kan ik dat zeker mee vergelijken. Je speest keihard. Echt keihard de pan uit. Maar het helpt echt. Je voelt de weeën op zijn top echt nog wel. Maar ja, het heeft me enorm geholpen. Ja, laat ik hem dan maar eventjes gaan laten zien aan jullie. Hij ligt lekker te slapen in zijn bednestje bij ons op de slaapkamer. En ja, hij is dus 4 dagen oud nu. Zo, daar ben ik weer. Ik was er even tussenuit. Toch iets te, hoe zeg je dat? Enthousiast om meteen al te gaan vloggen in de kraamweek. Dat zal ik later nog wel eventjes vertellen.
Nu zitten we op dag 8. Gisteren was hij een week alweer. Gaat super snel. Het gaat hartstikke goed. Hij heeft nu de hik, mochten jullie dat horen. Hij ligt in de box. En wij hebben lekker een pokeball. Want vrienden van ons die openen een eigen sushi restaurant in Roelof Varensveen. Dus die zijn aan het proefdraaien. En die kwamen pokeball brengen met rauwe tonijn. Dat heb ik zo erg gemist in mijn zwangerschap. Dus dit is even een momentje. Het leukste moment van de dag vind ik Otis aankleden. Dit is het setje wat hij van Aranka heeft gehad. En dat zit lekker strak om zijn benen en zo'n lekker wollig stofje. Zit hem zo schattig. Hè? Maar ja, daarna wikkel ik hem altijd in. Dan heb ik een hele fijne pukkenbaby doek. En nou, ik zal even laten zien hoe ik hem daarin wikkel. Oh ja, dit speeltje heeft mijn schoonzusje zelf gehaakt. Het is een giraf. Hoe knap. Super schattig. Kijk, dit is een super chille doek. Die doe je met klittenband. En achterin zitten dan ook nog gaatjes, zodat hij eventueel ook in de autostoel kan. En hier ligt hij heerlijk overdag in. Ik ben me even aan het klaarmaken. Oh, ik ben helemaal wazig. Ja, daar ben ik. Ik ben me even aan het klaarmaken, want zometeen komt Virginia. Ik hoop dat ik het goed zeg, haar naam. Van het bedrijf Ik Mama voor een, ja, hoe heet het? Een postpartum. In ieder geval een na je zwangerschapsbehandeling. En dat bestaat uit verschillende dingen. Waaronder dat ze mijn buik gaat masseren. Zodat mijn organen weer op de goede plek komen. En mijn baarmoeder sneller krimpt. Ook krijg ik een stoombad voor down there. Moet ik op een stoel zitten boven een stoombadje met kruiden. En die zorgen eigenlijk voor hetzelfde. En ze gaat mijn buik inbinden. En nog iets volgens mij. Ik ga sowieso eventjes mijn buik aan jullie laten zien. Het is vandaag donderdag. En ik ben vorige week dinsdag bevallen. Dus 9 dagen geleden. Ik heb lekker de mother hoodie aan van de Mompany. Er zit een rits in zodat ik kan voeden. En een flared broek die ik heel veel tijdens mijn zwangerschap aan heb gehad. Ik zal hem even helemaal naar beneden doen. Kunnen jullie even mijn buik zien? Jullie weten hoe groot die was. Nou, dit is hem nu. Ik vind het al best wel meevallen. Ja, tuurlijk, dit is nog helemaal zachte flubber. Maar mijn navel begint alweer een beetje naar binnen te staan. Die was niet helemaal uitgeplopt. Ja, en die streep die blijft voorlopig nog. Die gaat vanzelf weg. Dus ja, dat is nu de situatie. Lekker mijn half aangevreten bord. Maar we zitten aan tafel voor het eerst met deze meneer. Wat gezellig, hè? Dit, lieve mensen, is super mooi gebonden. Ze heeft dus mijn hele buik ingebonden na de behandeling. Ik ga morgen nog even vertellen hoe ik de behandeling vond. Maar jullie kunnen het aan me zien. Otis heeft zijn eerste regeldag. Dat is dat hij heel vaak komt voor borstvoeding. Echt een paar keer per uur zelfs. En dat is om de productie van je melk af te stemmen met de behoeftes van je kind. Dus dat is even doorzetten voor mij. Dus ik ga nu snel slapen. Het is 9:30 geloof ik. En dan vertel ik morgen hoe de behandeling was. Maar ik ben in ieder geval heel positief. Hoi. Hoi, ga je meekijken hoe mama gaat vloggen? Hè? Ik zit even lekker met Otis op de bank. Hij zit me heel doordringend aan te kijken. Jee. Maar ik zou nog heel even vertellen hoe de behandeling gisteren was. Eerst even uitleggen wat het precies is. Het gaat dus om een behandeling die in Azië heel erg normaal is als je bevallen bent. In Azië duurt die 40 dagen zelfs. Iedere dag word je dan door familie, vrouwelijke familieleden behandeld. En eigenlijk is het natuurlijk heel gek dat in Nederland je zwangerschap bij de bevalling stopt. Er is geen vierde trimester. Je hebt wel natuurlijk een kraamtijd, maar verder in je kraamtijd word je eigenlijk niet behandeld of zo. Je wordt alleen verzorgd, wat heel fijn is. Dus had Virginia me bericht of ik daarin geïnteresseerd was. Nou, ben ik daar zeker in geïnteresseerd. Ik geloof heel erg in de kracht van kristallen, kruiden, energieën. Dus ik stond daarvoor open. En nou, dat heeft dus super goed uitgepakt. Ik kan het echt iedereen aanraden. Het was echt even me-time. Van tevoren had ik Otis gevoed.
En ik kon lekker bij ons in de slaapkamer, waar natuurlijk de badkamer aan zit, kon ik me terugtrekken met Virginia. En de behandeling bestaat uit 4 delen. Eerst moest ik op een stoel zitten en kreeg ik een stoombadje voor Down Under met Thaise kruiden erin. Dat reinigt de boel. Dat kan je bijvoorbeeld ook bij een menstruatie doen als je moeilijk je bloed verliest of oud bloed nog in je baarmoeder hebt zitten. Dat is helemaal geen interessant praatje voor jou, hè? Hij wordt een beetje onrustig. Ja, blijf je gewoon zitten? Is het gewoon even wat lucht of zo? Dus eerst ging ik op die stoel zitten, had ze lekker kaarsje aan, een meditatie, een muziekje. En ging ze zelf hier in de woonkamer eventjes 20 minuutjes wachten. En ja, eigenlijk is het gewoon, volgens mij ben je je broek vol aan het kakken. Lekker. Ik heb hem net de schone lui weer gegeven en dat kakt natuurlijk 10 keer lekkerder. Gaat goed? Dus dat heb ik gedaan. Toen heb ik gewoon lekker gezeten. En ja, je voelt het stomen. Je kan je trui aanhouden. Mijn trui viel ook over mijn billen heen, zeg maar. Dus verder geen gekke praktijken. Ze gaat niet kijken of voelen of wat dan ook. Hoef je niet bang voor te zijn. En nou ja, dan is het gestoomd. Is dat klaar. Dan komt ze je halen. Dan kan je gewoon je broek weer aan. Dan mag je lekker op de bank of op je bed gaan liggen. Ik ging op mijn bed liggen. Op je zij. En dan gaat ze met Moxa-therapie aan de gang. Dat zijn een soort gloeiende, hete, ja, soort dikke wierooksticks. Ik weet niet of ik het goed zeg. Ruikt in ieder geval heel lekker. En daarmee behandelt ze je huid vanaf een afstand. Van ik denk 1 of 2 centimeter. En dat werkt dus in op de energiebaan in je lichaam. Nou, ondertussen gaat de kat ook kakken. Nou ja, het is 1 grote kakzooi hier. 1 grote dikke kakzooi. Jij bent klaar. En lekker warrig verhaal, maar we gaan gewoon weer door waar ik gebleven was. Dat wordt, onder andere wordt Moxa ook gebruikt bij stuitliggingen. Dat schijnt ook te helpen. Maar ook dus om de energie weer in je lichaam te laten stromen. Ik vond het super lekker. Het voelde een beetje als een massage zonder dat je aangeraakt wordt. Oh nee, jij gaat ook nog even doorkakken. Gezellig. Zo voelt het een beetje. En ik viel ook half in slaap. Ik kon me er echt aan overgeven. En het was gewoon heel relaxed. Daarna moest ik op mijn rug gaan liggen. En toen deed ze hetzelfde bij mijn buik. Bij mijn onderbuik. En ik voelde echt gewoon de energie weer door mijn lichaam stromen. En mijn handen tintelen. En ik had ook een mega klik met Virginia. Dus dat scheelt natuurlijk ook enorm. En nou, toen was dat klaar. Toen ging ze met een heerlijke geurende olie ging ze even mijn buik masseren. Dat is ook best even wennen, want je buik is toch best wel een kwetsbaar gebied. Zeker omdat zo lang daar een kindje in heeft gezeten en je organen moeten nog een beetje een plekje vinden. Maar daar helpt die massage dus heel goed bij. En na de eerste paar minuutjes kon ik al heel snel ontspannen, gelukkig. Heel lekker. En dan sluit ze af dus met wat ik gisteravond liet zien. Met dat ze je buik en je bekken, zeg maar... Gaat goed? Jeetje mine, het is een lange kaksessie. Hij is er helemaal rood van. Dan doet ze je dus helemaal lekker stevig inbinden. En in Azië dragen ze dat dus echt 40 dagen lang. Ik vond het heel lekker aanvoelen. Ik heb nog niet geprobeerd om het zelf te doen. Ik kom er vandaag gewoon even niet aan toe. Maar ik heb wel opgelet hoe ze het doet. En Friso zou me daar even bij moeten helpen dan. Dus ja, dat was het eigenlijk. Ik kan nog een keer die behandeling doen als ik wil. Dat kan je gewoon zo vaak doen als je wil. En ja, ik vond het echt heel fijn om even een me-time momentje te hebben. Omdat, daarom heet haar bedrijf ook Ik Mama. Omdat je gewoon naast mama ben je ook gewoon nog steeds jezelf. Ben je ook gewoon nog steeds Esmee. En je zet als moeder zet je gewoon best wel heel snel je eigen behoeftes en alles aan de kant natuurlijk voor je kindje. Wat heel logisch is, maar wat niet altijd heel goed is. Hé, allemaal voor jou. Ja. Nou, ik ben ook veel te verliefd om te lang in de camera te praten. Want dan wil ik de hele tijd weer naar hem kijken. Vandaag is het zaterdag 2 maart en dat was mijn uitgerekende datum. Dus ik vind het toch een beetje gek. Ook al ben ik er heel lang toch gewoon, ja, eigenlijk niet van uitgegaan dat hij op 2 maart of rondom 2 maart geboren zou worden. Omdat ik rond de 16 weken, had het net al even op Instagram gezet,
had gedroomd dat hij in de nacht van de 18e op de 19e zou komen. Ik dacht nog wel op de 18e. Maar het is dus uiteindelijk redelijk net aan de 19e geworden. Om 3:15 ochtends, 's nachts. En ja, nou, het is een super mooie dag. We mogen vandaag naar buiten. En we gaan wat leuks doen, want de meiden van Maak met CK komen langs. En zij maken newborn video's, een soort shoot zeg maar. Maar dan in videovorm met een muziekje eronder. Dus dan moeten wij gewoon met Otis doen wat we altijd doen. Gewoon voeden, we gaan hem in badje doen. En dan maken zij er mooie shots van en uiteindelijk een mooie video. Dus die ga ik jullie dan ook zeker laten zien. Ik vind het best een beetje spannend, want het is ook de eerste keer dat we hem in bad gaan doen zonder dat de kraamhulp erbij is. Maar het komt vast helemaal goed, als we maar met z'n tweeën zijn. Kunnen we elkaar een beetje controleren. En wat wilde ik verder doen? Oh ja, ik heb hier een hele berg met cadeautjes. En die ga ik even hier in een mand doen, maar die wil ik even nog aan jullie laten zien. Ik heb hier mijn zwangerschapsdagboek. In de week van 15 september heb ik hier geschreven dat ik hem over hem heb gedroomd. En dat hij dus de 18e 's avonds laat werd geboren. En dat hij een lekkere bolle kop had. Nou, die heeft hij. En hij was super chill. Nou, dat is hij tot nu toe ook. Ik ga er heel eventjes bij gaan zitten. En dat kan ik even anders laten zien. Dit kreeg ik van Noppies net opgestuurd. Echt een super zacht wit gebreid pakje. Het is maat 56, maar het ziet er vrij groot uit. Dus dan kan hij nog lekker ingroeien. Met een broekje erbij. En een kruikpakje met allemaal sterretjes. Ik dacht dus dat ik mega veel kleding had. En daar heeft iedereen me ook voor gewaarschuwd. Maar hij past gewoon in maat 50. En daar heb ik dus helemaal niet zo heel veel setjes van. Dus ik trek hem soms ook iets te groot aan. En dan sla ik het gewoon om. Deze heb ik van een collega opdrachtgever gekregen. Super lief, regelaarsjes. En van Name It, heel lief kaartje van Emma. Met dit schattig broekje. Deze romper, van deze kleur vind ik hem ook heel leuk staan. En deze. Dan heb ik van Little Pieces by M. Heb ik heel leuk gepersonaliseerde dingetjes gekregen. Dat ga ik ook even onthouden, want het is ook echt super leuk om een cadeau te geven. Een speenkoord met zijn naam. En een bijtring. Van Billy Wonder, een wasbare luiers online shop, heb ik deze herbruikbare doekjes gekregen, billendoekjes. Die kan je gewoon nat maken, die zijn echt super zacht. Dus heel handig. Voor mij heb ik van Socks geitenwolle sokken gekregen, die niet prikken en heel lekker zacht zijn. En een leuk zacht roze labeltje hebben. En van Kruidvat had ik ook een heel pakketje gekregen met een lekkere knuffeldoek. Met Maak zit erop. Het ging echt super makkelijk. We hadden niet eens door dat het gefilmd werd. Zelfs jij had het niet door. Heb je eerlijk toegegeven. Oh, nu ga je weer net doen alsof de camera er niet is. Nee, heb ik het wel door. En nu zijn we lekker buiten voor ons eerste echte rondje. Want de vorige keer waren we denk ik 10 minuten of zo buiten. Toen weer heel snel terug naar binnen. Nu voel ik me ook wat beter en Otis is zwaar genoeg. Dus nu gaan we even echt een rondje. Heel spannend naar de kluswinkel en naar de supermarkt. Dit is wel echt mijn lievelingsuitzicht. Maar ik moet daarop letten. Stront. Ja, stront aan je kont. Oh.
is dus even naar de sportschool. En ik heb hem net gevoed. Hij drinkt inmiddels helemaal uit de borst, hè. Grote jongen. En vanmiddag komt er weer kraambezoek. En het is verder heel regenachtige zondag. Dus wij blijven even lekker binnen met hem. Zo grappig. Hij is de hele dag druk bezig met zijn handjes. Zo lief. Hij weet natuurlijk mijn god nog niet dat hij überhaupt handen heeft. Maar soms doet hij hem per ongeluk doet hij zijn vinger in zijn mond. En dan laat hij het zo. Ik leg hem even in zijn stokkenstoel. Dat is echt ideaal. Dan kunnen ze dus al heel snel kunnen ze erin. En na voeding is hij vaak wat alerter. Ja? Kan je lekker om je heen kijken, hè? Nou jongens, ik heb mijn allereerste dag alleen. Of nou ja, alleen. Friso is vandaag weer aan het werk. Morgen is Otis 2 weken oud. Dus ja, het werd weer tijd. Ik heb gisteravond gehuild, zal ik eerlijk bekennen. Omdat het voelde alsof je toch even de kraamperiode afsluit. Wel, als vrouw las ik dat je 6 weken kraamweken hebt. Maar het voelde echt gewoon van ja, die eerste weken samen. Je hebt natuurlijk zo naartoe geleefd dat je vriend 2 weken vrij is als hij dan eenmaal geboren zou worden. En dan is dat voorbij. Heel gek. Maar nou, so far so good eigenlijk. Het is nu bijna 12 uur 's middags. Ik heb er natuurlijk al een hele dag op zitten. Maar het gaat super goed met ons. 'S Nachts, hij drinkt volledig aan de borst. 'S Nachts komt hij zelf voor voedingen. Ongeveer 2 keer per nacht. Best wel te overzien om de 4 uur denk ik zo'n beetje. En dan hoeft Fries even lekker niks te doen. Heel soms vraag ik wel of hij even een luier wil verschonen. En ja, verder ligt hij nu daarachter even in zijn stokkenstoel te slapen. Want hij wilde even om zich heen kijken net als gisteren. En leg ik hem zo eventjes over in zijn bedje. Want het is wat beter voor zijn rugje. Vanmiddag komt mijn moeder rond 1 uur of een uurtje dus al. En dan komt ze me eventjes helpen vandaag. Omdat het toch mijn eerste dag alleen was. En we moeten naar het consultatiebureau. Niet verder voor een intake of gesprek. Maar even voor het weegmoment. Omdat ik geen babyweegschaal hier heb. Dus, maar ik ga zo meteen de volgende vlog beginnen. Ik heb geen idee wat er van deze video. Als ik 10 keer hetzelfde heb gezegd. Of dingen te tellen ben vergeten. Please vergeef me. Want ik heb geen idee meer wat ik gefilmd heb de afgelopen 2 weken. Sinds de bevalling. Dat is vandaag 2 weken geleden dat ik deze vlog begon. Met dat mijn vliezen gebroken waren. Ja. Dat was nu ja, een uur geleden. Vorige week was er een video online gekomen over mijn vluchttas. Werd er best wel veel door jullie gevraagd wat ik er nou uit gebruikt had of niet. Ik kan zeggen dat ik mijn bevalhemd niet gebruikt heb. Ik had het bloedheet, zeker tijdens het persen zweet je helemaal kapot. Dus ik heb alles naakt gedaan. Ik vond het gewoon het fijnst en konden ze overal bij. Alleen het deel dat ik op het bed lag en lachgas had, dat was van 6 centimeter naar volledige ontsluiting, heb ik een badjas van het bevalcentrum aangehad. Verder heb ik veel gehad aan de liga die we mee hadden genomen. Want ik had tussendoor tot aan 5 centimeter had ik toch nog wel eens een gevoel van honger of een trekgevoel. Dus dat was heel fijn. Friso heeft me heel veel met rietje te drinken gegeven tussendoor. Heel fijn. Schone kleding aandoen na je bevalling was heel fijn. Die warme sokken die ik mee had, die waren top. Want ik had het inderdaad ijskoude voeten. En ook een beetje rillerig na de bevalling. En toen deed ik die aan en ik voelde me echt binnen 5 minuten veel beter alweer. En mijn eigen badjas vond ik ook heel fijn dat ik die na het douchen lekker aankon. Maar in het bevalcentrum hadden ze dus wel badjassen, maar in het ziekenhuis volgens mij weer niet. Dus het ligt er ook een beetje aan waar je gaat bevallen misschien. Wat had ik nog meer in mijn vluchttas wat we gebruikt hebben? Ja, en uiteraard de kledingsetjes voor Otis. De papieren hadden we allemaal nodig. Het losgeld voor de rolstoel hadden we nodig. Ja, en verder heb ik eigenlijk niet echt iets uitgebruikt. Ja, schone kleren nadat ik gedoucht had en we naar huis mochten. Maar ja, ik heb natuurlijk ook ben om iets voor 3:30 bevallen, 's ochtends vroeg. En wij stonden om 7 uur hier alweer in onze eigen woonkamer met de baby. Dus ik ben ook natuurlijk niet heel lang in het ziekenhuis gebleven. Maar ik zou er even op terugkomen, had ik beloofd in de reacties. Zoogcompressen en kraamverband heb je niet nodig, want dat hebben ze allemaal in het ziekenhuis. Nou, ik ga hem afsluiten en dan ga ik vandaag ook een nieuwe vlog beginnen. En dan zien jullie mij, ik denk volgende week zaterdag gewoon weer en anders de week erop.